cha-cha-cha. Ja, wat zullen we eten? Cha-cha-cha. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Goedemorgen, mevrouw. Morgen, groenteman. Zie ik het goed? Waagt u een begeerig oogje aan de rode bessen? Ja, ik vind ze lekker fris. Maar de jongens, nou, die noemen dat fris voor mij gewoon zuur. En dat is dan weer zuur voor u. Want dat zal wel inhouden dat u niet vaak aalbessen neemt. Daar komt het wel op neer, ja. Nou, dan moeten we toch wat aan doen, hè? Ja, maar matig met de zoetigheid, hoor. We doen ons best, mevrouw. Wat dacht u van een aalbessentaart? Nou, vertelt u maar eens hoe ik die maken moet. Voor het deeg hebt u nodig 100 gram boter of margarine, 125 gram suiker en 150 gram bloem. Dan nog 4 eidooiers met zout en citroenschil. 100 gram boter, 125 gram suiker en 150 gram bloem. 4 eidooiers en dan nog wat zout plus citroenschil. Ja, en voor de garnering hebt u dan nodig 500 gram rode bessen, 4 eiwitten en nog wat suiker. 500 gram bessen, 4 eiwitten en suiker. De boter met de suiker schuimig roeren, de eidooiers toevoegen met zout en geraspte citroenschil, goed mengen en dan de bloemen doorscheppen, die u eerst even gezeefd hebt, hè? En vooral goed roeren. En dan het deeg in een beboterde vorm doen? Mm-hmm. En in een warme oven gaar en lichtbruin laten worden. Als dat gebeurd is, de taart uit de oven halen en af laten koelen. Daarna we ons bezig gaan houden met de garnering. Ja, de bessen wassen en rissen, de eiwitten met suiker naar smaak heel stijf slaan. En dan zeker de bessen door het eiwit doen. Mm-hmm. En het mengsel op de taart scheppen en hem in een lauwwarme oven zetten, zodat het eiwit kan drogen en licht kleuren. Geeft u me maar een halve kilo rode bessen. Ja, dan nog een groente, hè? Mm-hmm. Nou, geeft u maar een bloemkooltje en doet u er ook nog een komkommer bij? Zoals u wilt, mevrouw. Eens kijken. De rode bessen, een komkommer en dan nog de bloemkool. Dat wordt dan bij elkaar de somme van... Onthoud het goed, onthoud het goed.